Kijkers, welkom terug bij het tweede deel van een gesprek met. In het eerste deel heeft u gezien dat ik in gesprek was met de heer Sanjay Marhe en mevrouw Carmen Kasi. Wij hadden het over een tekort aan gespecialiseerde prothesemakers in Suriname. In dit tweede deel van een gesprek met zijn we op bezoek geweest bij het ministerie van Handel en Industrie. Daar was er een presentatie van minister Stephen Chang die aangaf dat per 1 november de styrofoambakken, de welbekende meeneembakken die we kennen in Suriname, helemaal niet meer gebruikt mogen worden. En tijdens die presentatie waren er ook producenten aanwezig van gevarieerde producten die deze bakken moeten vervangen. Kijkt u mee naar de interessante gesprekken tussen mevrouw Kimberly Narendorp, Gail Meijer en Jelena Tjonij van Intrafarm. We verwachten in ieder geval dat de composteerbare producten, die zullen onze voorkeur genieten. Maar afhankelijk ook van biologisch afbreekbaar, die levert op dit moment een flinke vermindering van plastic in het milieu. Dat wordt in ieder geval nog toegestaan internationaal. We weten in ieder geval niet hoe dat verder zal ontwikkelen. Het kan zijn dat die ontwikkelingen zodanig gaan dat ze zeggen van oké, volgend jaar willen we ook af van die kleine plastic hoeveelheden in het milieu. We zien in ieder geval de ontwikkelingen in het buitenland tegemoet. Verboden single-use producten zullen zijn sowieso styrofoam producten, verpakkingsmateriaal voor de horecasector. Verbod op single-use plastic en plastic bekers zullen zijn in de volgende fase. In die fase zullen we dan ook kijken naar de styrofoam producten die we op dit moment nog toestaan. Daar zullen we dan een tijdlijn aangeven. En als ik het goed heb, is het in de EU zo dat ze per 1 januari 2021 zelfs de petflessen willen uitfaseren. We kijken daar bijzonder geïnteresseerd naar uit. Het gaat erom dat zij dan de voorhoedelopers zullen zijn. En de bedrijven en producenten daar zullen moeten komen met die alternatieven. Wij hoeven het wiel niet uit te vinden. Het gaat erom dat zij dat voor ons doen. Wij zullen er goed op inspelen. We zullen het zeker goed volgen en kijken hoe wij in onze volgende fases van uitbanning van onze plastic daar voordeel aan kunnen halen. Nou, dan had ik het gehad over de aanpak daarvan, de timeline. We kijken naar wat er gebeurt internationaal en hoe wij dat kunnen toepassen voor Suriname. Oké, mevrouw Narendorp, jullie zijn producenten van, hoe spreek ik dit? Gaira. En Gaira, het ziet er helemaal veilig uit, om het zo te zeggen. En waarom heeft Gaira ervoor besloten om compleet composteerbaar materiaal te produceren? We hebben ervoor gekozen om 100% composteerbare producten te importeren en dan ook wel bruine producten en er is een heel verhaal daarachter. Ten eerste, de minister heeft inmiddels al uitgelegd over de vervuiling van foam en plastic, maar wij hebben onze eigen research gedaan en wij weten dat de vervuiling van plastic niet de grootste boosdoener is van de wereld, maar de productie daarvan zorgt voor heel veel CO2-uitstoot, dat natuurlijk weer zorgt voor global warming. En daarom is het nu ook veel heter dan vorig jaar en dat jaar daarvoor. En daarom hebben we nu ook vele ergere orkanen, etcetera. Oké, waarom wij daarvoor hebben gekozen? Ik ben op dit moment 22 jaar, just young. En over 10 jaar, dan ben ik 32. En ik ga dan deel zijn van deze wereld. Ik moet hier kinderen opbrengen. En ik vind dat het dan ook mijn taak is om ervoor te zorgen dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een goede wereld. Dus net ik mijn kinderen wil laten opgroeien en ze moet vertellen over hoeveel landen er eigenlijk niet meer zijn omdat ze allemaal onder water liggen. En over wat er allemaal niet meer kan of dat er voedselschaars is, want dat is ook een van de effecten van global warming. Daarom hebben we gezorgd voor composteerbare producten, omdat dat een hele oplossing is, de hele cycle, die eigenlijk ook ervoor zorgt dat je nooit een tekort hebt. Want we gebruiken deze producten worden niet gemaakt van plantendeeltjes die deel zijn van de voedselketen, maar letterlijk alleen afvalmateriaal. Dus het is eigenlijk een hele cycle, want de populatie wordt groter, dus de enige reden hoe wij mensen hier kunnen blijven bestaan is als we dan oplossingen hebben die eigenlijk een hele cyclus afsluiten. Daarom hebben we gezorgd voor compostable. Waarom bruin? Wij willen unbleached products hebben op de markt. Wit is meestal bleached en dan heb je dan chloride of fluoride die in de bakjes voorkomen. Maar wij hebben bruin, die zijn dus helemaal niet gebleached.
En dit, heel veel mensen zullen natuurlijk denken, wat is dit? Het lijkt op plastic, het lijkt inderdaad op plastic, maar het is geen plastic. Dit is gemaakt van mais. En op al onze producten staat er, ja, het is van mais gemaakt. Het staat er allemaal op. Er staat op al onze producten dat het gemaakt is van mais en dat het gecertificeerd composteerbaar is. Zodat je zeker weet dat je geen plastic koopt. Dit is, het heet PLA. Als hij in de natuur terechtkomt, dan breekt hij ook af. Het is natuurlijk zo dat je bij deze producten niet te veel hete producten erin kan zetten, omdat anders smelten ze. Ik heb wel een voorbeeld hiervan. Dit hebben we in de auto vergeten voor 3 uren. En dit is wat het resultaat is geweest. En dat het echt helemaal begon te misvormen. Het was eigenlijk een hoog deksel. Dus deze producten zijn dan ook, dat is dan ook weer bewezen dat het inderdaad geen plastic is. Want plastic smelt niet zo snel. Mensen hielden juist van plastic omdat het zo hittebestendig is. Dus dit is dan wat meer voor wat koudere producten. Dus pasta en koekjes. Bijvoorbeeld koekjes, dessert, allerlei lekkere dingen kan je hierin plaatsen. En wij hebben dit soort varkens. Je hebt natuurlijk ook houten varkens op de markt, maar wij wilden speciaal deze varkens. Die zijn ook gemaakt van afval, plantenmateriaal, specifiek mais. Dus eigenlijk dit materiaal met een poedertje erbij. De reden waarom die poeder, omdat varken wel hittebestendig moeten zijn. En deze zijn dan ook reusable. Deze kan je ook zoveel keren reusen als je hem niet in de zon zet voor 3 maanden, kan het wel. Ja. Okay. Ja, dus ik kan bijna niets meer vragen. Maar en hoe staat het dan nu met jullie, met de verkoop daarvan? Zijn er wel bedrijven die zeggen, okay, het ziet er interessant uit, die bakjes, kan wel mijn product erin verkopen. Hoe is jullie afzet? Ja, onze afzet is heel goed. We hebben genoeg klanten. En we hebben natuurlijk moet je heel wat restaurants overhalen. Omdat ze in de eerste instantie bang zijn om stappen te maken. Dat is een bijeffect van verandering. Dat mensen bang zijn om stappen te maken. Dus daarom moet je heel goede awareness creëren. En dat doen we. En we geven alle restaurants waarmee we samenwerking hebben hele goede best benefits. Los van die producten, ze weten wat ze verkopen. En de meeste mensen die naar ons toe komen willen ook weten wat koop ik. Want natuurlijk als consument bepaal jij ook nu wat de wereld gaat zijn over 10 jaar. Dus dan moet je wel heel bewust zijn wanneer je dingen koopt. Dus los van, we zijn zelf een keer naar een restaurant geweest en die eigenaar van het restaurant was echt, dit gaat niet werken. Hij was er eigenlijk helemaal niet blij mee, maar toen kwamen er net 2 klanten binnen en die waren juist heel enthousiast erover. Dat hij uiteindelijk meteen bij ons heeft afgenomen en nu is hij onze vaste klant. Dus dat lukt ook wel heel goed. Er zijn heel veel mensen die bewust zijn, heel veel mensen die geen plastic afval meer willen gebruiken en dat is natuurlijk geweldig. Maar hebben jullie ook aangedacht van de type groottes die die foambakken wel hadden? Hebben jullie ook aan die groottes gedacht? Want ik zie van die soepbakken zie ik wel een iets kleinere formaat. Als je het even bij je collega kan pakken. Ja, dat is inderdaad waar. We hebben verschillende sizes soepbakken. Dus wij hebben meer dan 100 producten. Dus als u geïnteresseerd bent, moet u een zekere appje sturen van mail. En dan krijgt u alle producten. Maar oké. In het kort, dit is een soepbak en dit is 16 ons. We hebben vanaf 6 ons tot 32 ons soepbakken, maar natuurlijk in verschillende formaten, verschillende signs. Van deze soort hebben we maar tot 16 ons en daarna hebben we van deze hebben we tot en met 32 ons. Dus eigenlijk kan iedereen aan zijn trekken komen, want je hebt genoeg bakken die je kan gebruiken. Wat we ook hebben, je hebt sommige mensen die bepaalde producten hebben en dan helpen we ze met een juiste design bak zoeken voor jouw product, omdat we er zoveel hebben. Dus dat is wel wat we kunnen doen. Deze bakken zijn dan wel hittebestendig voor heet eten dus? Ja, dit kan voor heet eten. Dus al die bruine producten van ons kun je in de microwave plaatsen, je kan ze in de vriezer plaatsen, in de ijskast en ook in de oven. Ze branden niet aan. Dat is waar heel veel mensen bang voor zijn. Ik wil even snel een bak laten zien die een goed voorbeeld is daarvan. Pambak nog. Sorry hoor, ik neem alle dingen van die mensen. Oké, kijk, dit is onze bak. Dit is een van onze bestseller bakken, omdat het heel apart is en heel uniek. So, deze bak is eigenlijk is het een A4 bak en het kan eigenlijk je foilbak vervangen. Voor mensen die hun face wat groener eruit willen laten zien, is deze bak een perfecte bak daarvoor. Dit kan gewoon in de oven. Je kan hem ook in de microwave zetten. Dus als je hier een pom wil maken of ovenkip of cake, het kan gewoon erin. En het brandt niet aan. We hebben het aan verschillende restaurants gegeven om het uit te testen. Die foto's zijn allemaal op onze Facebook page. En ook
Ik heb het zelf uitgetest. Ik heb een cake gemaakt erin. Jammer genoeg was mijn cake niet zo mooi, dus ik kan het niet posten. Maar het is wel goed en het heeft ook een indeler dat je eigenlijk, stel je voor je wil aan één kant een bepaalde cake en aan die andere kant de andere, dan kan je dat gewoon doen. Dat is gewoon mogelijk. Dus jullie hebben dan in principe ook aan alles gedacht, vooral aan de Surinaamse keuken? Precies, we hebben ook sauskap, hoor. We hebben ook sauskap, die kleine, we hebben van dit materiaal en we hebben doorzichtige sauskap, dus dat van die PLA. Maar die sauskap zijn wel wat harder, dat is ook al zet je hete saus erin, dat het niet smelt. Maar dat is ook belangrijk natuurlijk. Dus dat zijn die belangrijke dingen. Zou je ook keken in maken? Kookt u thuis zelf? Ik ook. Maakt u ook pom? Pom, macaroni schoten. Ja, oké. Zie je, iemand heeft ook macaroni schoten erin gemaakt. Dus als u wil, kunt u ook contact met ons maken. Kunnen we u een bak geven? Kunt u macaroni schoten erin uittesten? Dat kan er. Ja. Oké, okay, ik zou maar zeggen, mevrouw Narendorp, klinkt allemaal heel interessant. Dus ja, en ik ben ook blij dat jullie afzetter ook heel groener is en dat jullie ook proberen om Suriname er gezonder op te houden. Ja, zeker. Dat is zeker onze bedoeling. Hey, wij willen niet gewoon producten verkopen. Het is niet echt speciaal onze manier hoe wij speciaal jonge, succesvolle mensen willen worden. Maar voor ons is het belangrijk dat we een verandering kunnen brengen in de wereld. Want, you know, creating value is a must voor ons en we doen het daarom ook met onze heel hart en onze hele passie en daarom proberen we ook eigenlijk dit goed te branden naar iedereen zodat iedereen snapt dat het alleen maar beter is voor jou als persoon en voor je kinderen natuurlijk, want zij gaan uiteindelijk in deze wereld leven en we moeten ervoor zorgen dat we het hele duurzame wereld achterlaten. Hoe snel scheurt dit? Het scheurt niet zo snel. Dat scheurt helemaal niet. Ik heb het nog nooit zien scheuren. Het enige nadeel, het gaat smelten als je hem in echt warme omgeving gaat, zo in de auto en je gaat weg voor 2 uur, 3 uur. Ja, ik heb het al gezien. Maar de vraag was bijvoorbeeld, je hebt de deksel erop en je slas je, het is even gevallen bij die normale plastic bakken. Dan krijg je een scheur. Ja, nee, het krijgt niet zo snel een scheur. Het is stevig. Ja. Interessant, heel nice. Ik wens jullie echt heel succes. Het ziet er heel interessant uit. Ja, oké. Okay, dank u wel. Dank u wel. Nou, kijken we uit naar uw belletje. En die vuilniszak. Oh ja, die vuilniszak. We hebben ook een vuilniszak, hoor. We hebben ook shopping bags. We worden ook al afgenomen, want veel mensen willen gewoon helemaal geen dingen. Dus we hebben ook vaste afnemers voor shopping bags. Maar dit is een vuilniszak. Het is 45 gallon. We hebben verschillende afmetingen. Ja. Ook die gewoon die normale keukenzak. Dus die is een 13 gallon zak. Die hebben we ook. En ook een hele kleine zak. Voor mensen die kleine tonnetjes bij hun wasbak hebben. Die is een 3 gallon zak. Dat hebben we ook wel. En als je voelt, het voelt een beetje fragiel aan, maar er gaat makkelijk 50 kilo erin, zonder dat hij echt gaat scheuren. Ja. Oeps, maar bad. Ja, je nagel. Dat is dit. Okay. Oh, yeah. Het voelt echt een beetje fragiel aan. Oeps. Je hebt het te hard. Oké, deze is zo ouwe. Niemand weet het sowieso dat je het ook niet helemaal op top moet vullen. Nee. Zodat je het ook kan binden. Nee, je hebt het niet goed gedaan. Ja, is goed. Ik Ja. Point. Okay. Nee, omdat kijk, dus deze nu, je hebt het zomaar gescheurd, maar en we hebben een bedrijf die deze dingen vast afneemt en wel cement erin vervoert naar het binnenland. Dus als je hem, ja, is wel stevig, nu heeft Kevin het gewoon gescheurd, maar wat af. Deze is een 55 gallon. Ja, ik heb het daar getrokken. Nee, maar het is echt nice, de producten zien er. Je kan van alles en nog meer met die producten doen en dat is vooral belangrijk. Ja. Je weet een soepbak, maar er is iemand die gewoon ice cream erin zet. Ja, bedoel ik? Dus precies. En in die doorzichtige kan je bijvoorbeeld ook mensen gebruiken als fruitbak of je kan er ook ice cream in doen. Of haarvet. Of gewoon noten of pindas of anything dat je eigenlijk wil doen. En deze kan je gewoon wassen, zolang je ervoor zorgt dat je het niet bewaart. En dit? Dit, oh, kijk aan hier, mensen zetten er broodjes in. Dus je kan het ook wassen. Ja. Dus het zijn reusable. Ja, maar je moet het niet schuren. Zoals die teflonpannen. Ja. Anders ga je die laag weghalen. Ja, maar waarom zou je dit moeten schuren? Ja, dus dat is ook. Mensen, je weet dat sommige mensen horen van schuren wanneer ze wassen. Dus dan moet je ze wel zeggen van. moet je zo wel zeggen, hallo, dit niet schuren. Ja. Oké, nee. Ja. Maar, jullie bedrijf is heel interessant en milieubewust, zal ik zeggen. Ja. Dus alsnog, succes, dankjewel. Kimberly en Kevin. Ja. Succes verder en
keep on doing the good job. Yeah. Thank you. Okay, en u zegt het zelf, u bent van Sustainable, maar we weten niet met u te praten. Ik praat met Gail Meijer. Ik ben een van de founders van Sustainable. En Sustainable is eigenlijk vorig jaar ontstaan. En dat is eigenlijk om het bewustwordingsproces voor een groenere wereld, groenere aarde op gang te brengen in Suriname. Daar zijn we dus begonnen. Oké, okay, dus de foambakjes zijn ze wel stevig genoeg? Ja, dat is van suikerriet. Dit is suikerriet. Dus dat is bagas. Dat is suikerriet. Dus dat zijn, je mag voelen als ze zien. En ze kunnen dus wel gewoon die hitte doorstaan. En breken ze wel snel? Deze breken gewoon af binnen een bepaalde tijd. Ja, die zijn compostable. Ja. Dus wat de minister ook zei, hè? Composteerbaar. Ja. Ik vroeg hem ook net van bestek en dit is toch niet compleet. Het voelt plastic aan, maar het is geen plastic. Nee, dus wat is gebeurd? Ze hebben dus ontdekt dat er in de advocaatpit zit een molecuul. Die molecuul heeft dezelfde eigenschappen als plastic. Waardoor het dus gepatenteerde technologie is. Maar hey, het is geen plastic, maar hij voldoet precies aan die stevigheid en dat het niet breekt, et cetera. Alleen hij breekt wel volledig af na 240 dagen. Dan vergaat hij volledig weer terug in de aarde. Hij laat geen kleine stukjes, dingetjes achter, geen plastic, niks. Hij vergaat gewoon. Als je het wel of niet hebt gebruikt? Of als je het wel vanaf je het open hebt gemaakt. Okay, ja, 240. Dus nu 240 dagen, klari. En daar is het dan gebroken. Ja. En ik zie ook dat er reusable, recyclable. Oh, dat is van Interfarm. Kom hier. Oké, het ziet er heel interessant uit. Ik zal ook maar zeggen succes en keep Suriname green. Zeker weten, dankjewel. Ik geef het woord graag aan mevrouw van de tafel. Oké, hout? Ja. Oké. Goedemorgen, wij spreken met Jelena Tjunai, de Sales and Marketing Manager bij Interfarm NV. Oké, Interfarm. Als ik me niet vergis, is Wally zo onderdeel van Interfarm? Nee, dat is nog niet. Mensen denken. Oké. Okay. Maar er is wel een link, maar we zouden onszelf niet direct associëren met de hoeveel Wallis. Maar hebben jullie dan wel een beetje eraan gedacht om Wallis te interesseren om over te stappen? Natuurlijk zijn we daar bezig mee geweest. Dus na 1 november als je gaat, zult u zelf verrast zijn dat we nog meer hebben. En van welk materiaal is het materiaal van Interfarm gemaakt? We hebben verschillende soorten. We hebben van PLA gewoon, we hebben van hout, ons bestek. We hebben voor de iets chiquere feestjes en dergelijke we hebben mooie borden van palmblad. We hebben van suikerrietbagas. We hebben ook gewoon van papier. Uh-huh. Oké, okay, u heeft iets genoemd. Ik ben niet zo technisch. Kunt u me even uitleggen wat u bedoelt met PLA? PLA is een plastic dat wel biologisch afbreekbaar is. Zo, voor de vleesbedrijven, de slagerijen, et cetera, hebben wij de meat trays al. Want nu worden die nog op styrofoam gelegd, maar wij hebben al een andere optie. En dat zijn deze trays. Oké. Okay. En dit zijn dan party favors? Ja, we hebben soepbakjes, de sausbakjes voor als je je barbecue gaat halen, je ketchup, je mayo, je ketchup. Of whatever je zelf er ook nog in wil zetten. We hebben onze gewone bakjes, zo hamburgerbakjes. De small, de medium, de large. De 1 grote border, dus de grote bakjes. De 3 vakbakjes. So whatever you need, Interfarm heeft everything. We hebben gedacht ook aan direct de meeneemzakjes. We hebben vuilnisbakjes, we hebben cocktailbekertjes. De koffiebekertjes. De pastabakjes die gekookt zijn. Dat de saus niet gaat lekken. Als je zelf ook voelt dat die iets gladder is. Maar ook natuurlijk afbreekbaar. Nothing toxic. Oké. Okay. En heeft u zelf al hieruit gegeten? Ja, ik ga niet jokken. Gisteren nog heb ik uit eentje gegeten. En het blijft er gewoon echt in zitten. Ik wil u bijna eentje meegeven dat u zelf ook kan proberen. We care about the people. Daarom waren we al vroeg bezig om ready te zijn voor 1 november de ban officieel ingaat. Wij hebben alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat ik zal niet zeggen gezond, maar op de juiste manier wordt omgegaan met de voeding die wordt verstrekt aan mensen. En ook de drank die wordt geconsumeerd. Uh-huh. Waarom is het voor gekozen voor het bestek om er houtachtige bestekjes van te maken? Dat plastic niet meer mag in eerste instantie. Maar... Nee, maar ik bedoel dat het om bestek in zo'n materiaal te maken bij zo'n spiegel. Dit was een van de opties die geboden werd. Uh-huh.
En deze hebben we gekozen. Je hebt ook van ander materiaal natuurlijk, wat u voorheen al heeft gezien. En wij wilden het... Ja. Als je het doet, moet je het wel direct goed doen. En wij hebben hout. We hebben ook de houtoptie. Oké, maar en hoe snel breekt dit? De bedoeling is dat je gaat kouwen op je bestek natuurlijk. Nee, maar deze breekt ook... Hij is vrijwel stevig, we kunnen zelf testen. We hebben ook verder nog de... We hebben nog andere materialen, we hebben maar een deel van ons assortiment. We hebben de papieren zakken natuurlijk ook. En de, die, het recyclen, het plastic dat ook recycelt en afbreekt. We hebben ook nog onze paper sheets, we hebben rietjes. We hebben echt everything dat nodig is om goed van start te gaan met de anti. Interfarm, gaat jullie goed en succes, keep up the good work. Dankjewel, fijne dag. Hetzelfde. En kijkers, met het interview van mevrouw Jelena Tjunei van Intrafarm zijn we dan aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. U heeft mogen genieten van de verschillende soorten gevarieerde producten die nu de witte styrofoam bakken gaan vervangen. In het eerste deel van In Gesprek Met heb ik een gesprek gehad met mevrouw Carmen Kasi en de heer Sanjay Marhe, waar er is gesproken over een tekort aan prothesemakers, gespecialiseerde prothesemakers in Suriname. Mocht u deze aflevering hebben gemist, kunt u de herhaling volgen op 12.2 om 8 uur vanavond. Tot de andere keer.